In deze video laat ik je zien hoe je een Twitter poll maakt op je iPhone en hoe je die opvolgt met video. Open de Twitter app op je iPhone en stel een tweet op. Klik op de cirkelgrafiek en vul in het nieuwe scherm de vraag in waar je 116 tekens voor hebt. Vul vervolgens 2 tot maximaal 4 keuzeopties in. Klik op Tweet om je poll te plaatsen. Om je Twitter-poll extra in de schijnwerpers te zetten, kun je je poll vastmaken aan je tijdlijn. Zoek je poll op en klik op de staafjes en vervolgens op de 3 puntjes. Selecteer Maak vast aan je profiel. Je poll staat dan bovenaan je tijdlijn. Een andere manier om je Twitter poll onder de aandacht te brengen is met video. Stel een tweet op, vul een tekst in en klik vervolgens op het camera-icoon om een video uit je camerarol te selecteren. Twitter maakt automatisch een selectie van je video. Schuif met de blauwe balk voor de juiste selectie. Klik op Tweet om je video te plaatsen. En kijk hier, je 30 seconden video staat online. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Volg je me trouwens al op Twitter?